Dat je eerste keer in een foef zijn? Ja. En dat is fake. Ik weet dat dat fake is. En toch vind ik dat zo vies. Call me een verwijfde homo all you want. Hè, maar dat is vies. Dit is Flowjob. We praten hier nog altijd open over seks en alles wat ermee te maken heeft. En nu doen we het nog meer over wat jullie willen weten. Want jullie hebben onze rondvraag massaal ingevuld. Jullie waren met 25.000. Waarvoor dank. Maar jullie hebben ons ook vragen gestuurd. En daarom heb ik naast mij Harry. Hoi Harry. It's me. Ik ken u eigenlijk van het uitgaansleven. En toen zei je altijd, ik ben Alexander. Als ik uitga en ik heb bepaalde outfits aan. Welke outfits? Iets naakter. Oké. Okay. Met iets meer leer en metaal. Dan ben ik eerder Alexander, want dat voelde gewoon niet aan als Harry. Dus dan dacht ik, we plakken er gewoon een nieuwe naam op. Heb je al seks gehad? Nee. Ja, nee. De traditionele vanilla voorspel heb ik al gehad. Ja. De vanilla seks, voor homo's dan, heb ik nog niet gehad. Wat is dan de vanilla seks? Missionaris, een keer doggy style, if you're feeling frisky. maar dat is nu niet per se my cup of tea. Oké. Okay. Voor mij mag het net iets ruwer. Ruwer. Heb jij momenteel een lief? Nee. Al heel lang niet. Een relatie? Een vorm van relatie heb ik al wel vaker gehad. Over welk type relatie heb je het dan? Dat is een verstandhouding en dat noemt meester-slaaf of meester-onderdanige. Dat heb ik met één vast persoon ongeveer een dik jaar, gehad. En dat was een geweldig jaar. Maar je bent nog maagd. Ja, dus die persoon, mijn eerste meester, was/is hetero. Seks, dus vanilla seks, doet hij enkel met meisjes en vrouwen. Terwijl SM en dergelijke doet hij vooral met jongens. En hoe zit je daarin gerold? Je hebt eigenlijk een soort van grinder voor SM, voor homo's. Een keer afgesproken in het openbaar. Altijd doen trouwens. Don't do it. Direct bij iemand thuis. Zeker bij SM is dat, moet je een serieuze band van vertrouwen hebben. Yeah. Als je daar vastgebonden ligt om ze boven, weet ik veel wat, moet je wel die persoon vertrouwen. En dan kun je aan de fun part beginnen. Hoe begint je aan die fun part? Ik kan me daar even echt niks bij voorstellen. Dus bij mij was dat een beetje cheesy. Echt zo de full 50 Shades of Grey fantasy. En dat is? Auto komt ophalen, wordt gebracht naar. En ik kom eraan en ik word vastgebonden en ja, meestal gewoon een drankje eerst. Ja, en dan begint dat. Vastgebonden, in een andere positie vastgebonden, in een positie vastgebonden worden die veel pijn doet. Bijvoorbeeld aan je spieren. Er zijn zodanig veel kinks en fetishes. Dus je hebt zo de main ones zijn bijvoorbeeld voeten. Mm-hmm. Uit mijn buurt. Moet ze niet zien. Ik vind voeten ook heel vies. Terwijl sokken vind ik oké. Zou je mijn sokken kopen? Ik heb het gevoel dat die gedragen zijn door een vrouw. Daar staat op, bef mij. Ik heb er ook mijn pijp mee. Beter. Die zou ik wel kopen. En wat de liefde, wat hetgeen mijn liefde noemt, hetgeen in bed gebeurt, dat was in pikken donker, achter slot en grendel en taboe voor de buitenwereld. Hè. En toch zijn wij allemaal gemaakt. Hè. Hoe was dat de eerste keer? Ja, dat is super eng en angstaanjagend. Maar het ding voor mij, wat mij zo aantrekt, I guess, tot SM en specifiek bondage. Ben je ooit al vastgebonden geweest? Ja. Maar zo volledig of zo? Oh, mijn polsjes hangen vast. Mijn polsjes en oh, mijn voeten. Voor mij is dat super liberating. Dat voelt zo rustgevend. Die persoon dan, uw meester op dat moment, is zo iemand dat echt zo voor gezorgd en omgeeft. En je vertrouwt elkaar. En zeker binnen zo'n SM-relatie is dat een soort van band waar ik niet direct voel bij een vanilla-relatie. Hoe komt het dat je dat wel al hebt gehad, maar dat je wel nog maagd bent? Ik denk omdat bij SM heb ik geen controle. Voor mij is vanilla-seks super eng. Dat mega eng. Waarom? Omdat je moet je compleet blootgeven aan iemand anders. Maar SM is dat toch ook? Nee, maar SM is puur. Yeah. Ik geef mijn vertrouwen aan u. Oké, ja. Terwijl met vanilla-seks heb ik het gevoel, je moet zo heel je hart geven en heel je passie. En ik wil dat pas doen als ik iemand vind die mijn volledige verhaal en mijn volledige rugzak kent.
En dan pas denk ik dat ik dat kan. Hoe oud ben jij nu? 20? Ik ben nu 20. Ja. Nou, wat zoek je dan in zo'n partner? Oh, iemand dat met mij naar de opera wilt gaan. Ik ben eigenlijk, dat is het ding. Alexander is zo... Ja, kom, mega out there, dit, dat. Maar ja, ik wil gewoon iemand die mee random, spontaan een weekendje naar Londen wil. Veel te duur wilt gaan eten en wilt gaan kamperen in een brakke camping naast Parijs. Zodanig dat we goed kunnen gaan shoppen in Parijs. Super cute. Ik vind dat zo, zeker bij homo's van mijn leeftijd, is monogamie een vergezocht iets. Maar jij gelooft wel in monogamie? Ik ben extreem monogaam. 82% van onze flowjob community vindt op lange termijn een monogame relatie belangrijk. Of toch een doel. Ik wil nu naar de opera met mijn vriendjes, snap je? Huisje, boompje, tuintje, dat gaat mogelijk eigenlijk. Ik wil dat. Ik wil dat heel graag. Dilemma's. Oef. Romantisch of geil? Ja, romantisch, los. Hè. Allee. Binnen of buiten? Buiten. Flirten of hard to get? Flirten, ja, los. Ik ben de grootste flirt ooit. Wat is uw beste flirt? Ah, ik ben mega slecht in flirten, maar ik ben gewoon een grote flirt. Oké. Okay. Tinder of Grindr? Oh, Tinder, for sure. Waarom? Grindr is om te poepen. Tinder ook? Ja, Tinder voor hetero's is om te poepen. Dat is omdat Golle geen Grindr hebt. Wij hebben een Grindr, dus wij gebruiken Tinder niet om te poepen. Boxers of briefs? Briefs. Orale seks geven of orale seks krijgen? Geven. Waarom? Elke keer als iemand mij orale seks heeft gegeven, heb ik zoiets van... Dat hoeft echt niet. Ik geniet daar niet van. Ik geef veel liever. Ja, los. Ja, geven is natuurlijk wel leuk. Maar krijgen ook, ze? Allee. Dat is veel te gevoelig bij mij. Ah ja, dan kan ik wel begrijpen dat dat minder tof is. Dan moet dat echt goed gedaan zijn. Ja. Yeah. In de puber ontwaken ruimere gevoelens, zodat zich sterke vriendschapsbanden kunnen ontwikkelen. Later wordt dan de aantrekking tot het andere geslacht veel sterker. Heb jij ooit getwijfeld aan je geaardheid? Ik heb daar super moeilijk mee gehad. Ik heb super diep gezeten over mijn geaardheid. Omdat je het niet wist of omdat je het niet wou? Het zelf accepteren is eigenlijk bij mij dan het grootste probleem geweest. Niet het verkondigen aan de wereld, maar zelf accepteren van fuck, mijn leven gaat niet gelijk Frozen zijn. En dat sukt. Ja. Want Frozen is een bangelijke musical. En je wilt dat je leven Frozen is. Want iedereens leven is Frozen. Iedereen dat jij op tv ziet, zijn twee verschillende geslachten. En elke representatie dat ik zag op tv, als er alleen was, was niet zoiets van, ah, dat ben ik nu wel echt. Terwijl ik ook wel niet een supervrouw wil komen, maar ik ben ook niet de meest masculine guy op deze planeet. Dan zie je zo van die karakters. Dat ben ik totaal niet. Je ziet rolmodellen, maar dat jij jezelf niet in terugvindt. Maar ik denk niemand in de homo-community heeft zoiets van... Ah ja, ik ben Jack van Will & Grace. Die heeft geen verhaal, die heeft geen karakter. Die is gewoon... Haha, ik ben homo. Ik ben met het juiste moment van YouTube opgegroeid. Ah ja. Dat is één video dat mij zo keihard bijblijft. Ik zat gewoon zo in mijn deken. Ik had juist een Instagram geplaatst met hashtag gay erachter. Ik zit zo Conor Fanta's coming-out video te kijken. En ik ben keihard te blijten. En mijn zus komt zo binnen zo... Is dat waar? Iedereen zit mij te sturen. Zit jij homo? Ik zo... zo oké. Okay. Dus vrij simpel. Dat was uw coming out. Naar mijn zus toe. Ja. Naar dat grote vriendengroep toe. Ja. Ik ben nooit uit de kast gekomen. En voor de rest had ik gewoon zoiets van... Ik ga gewoon stoppen met liegen. Ik heb ook zoiets van... Hoe kleiner dat je het maakt, hoe kleiner de reactie gaat zijn. We hebben het ook aan ons panel gevraagd. Of als zij aan hun geaardheid getwijfeld hebben. Bijna niet eigenlijk. Ik denk dat ik heel vroeg uit de kast kwam tegenover mezelf. Heb je meisjes al een keer gezien? Ja, eigenlijk een beetje continu. Ik denk dat dat niet iets is dat constant hetzelfde blijft. Ik ben geen cold star gay, maar wel pretty gay. Niet per se getwijfeld aan mijn geaardheid, maar toen ik voor het eerst hoorde over het concept homo zijn, dacht ik van wow, misschien ben ik dat wel. Als ik foto's zie van vrouwen of gewoon mooie vrouwen op straat, denk ik... Damn, girl. Zeker en vast. Niet op vlak van seks, want allee, ik denk niet dat ik seks wil met meisjes, maar op vlak van liefde wel. Nee, ik heb graag piemels. Iemand, ik weet niet meer wie dat zei, maar die zegt... die vertelt over dat voor haar geaardheid super fluïde is. Ja. Relate zo hard. Toen ik juist uit de kast kwam, had ik gezegd, ja, ik ben voor de mannen. Want ik dacht op dat moment dat er twee opties waren. Mm-hmm. Toen ontmoette ik zo mensen die non-binair zijn. Ja. En ik had zo, that's a new flavor under the rainbow, I don't know. Waarom zeg ik dan nog dat ik gay ben? Ik heb de andere dingen nog niet
geen kans gegeven. We hebben een speciale vraag van Mimé Flowjob. Oh my god. Harry, mag ik eens vragen? Heb jij dat al meegemaakt met iemand die dat bij u gedaan heeft? Zo klets gegeven? Nee. Heeft er iemand u ooit al gespankt? Ik ben op mijn verjaardagsfeestje gespankt geweest. Ja. Waar mijn ouders voor stonden. Een surprise optreden op mijn verjaardag. Dus ik dacht, mega leuk, mega leuk. Ja, ineens, ja. En ik kijk zo naar rechts zo. Oh, hallo ouders, jullie zijn hier ook nog. Hey. Ik ben jullie zo super trots. Zo blessen mijn ouders. Mij. Mijn mama heeft al één opmerking altijd. Ik heb zo'n ding dat over mijn mond gaat en dat vindt ze leuk. Ik kopje niet bedekken. Oh, maar dat is wel lief bedoeld. Ja, sowieso. Met allerliefste Flo. Oh god, wat? Heb je een speciaal kantje? Ja, ruigere dingen vind ik ook wel tof. Maar zo niet... Ik heb zo wel nog een grens dat ik niet overraak. Gewoon dat ik echt denk... En wat is de grens? Au, is de grens. Ja, maar ja, je moet ook niet van begin... Natuurlijk niet. Ik vind spanken superleuk, hè? Maar op een bepaald moment... Maar krijgen? Krijgen. En hulpmiddeltjes? Zoals? Een zweep. Eén keer geprobeerd. En wat zit er van onder in de kast bij u? Een blinddoek, handboeien. Toch niet een plusje, hè? Nee. Oké. Okay. Dat is eraf gegaan. Dat gaat ooit gaat dat slotje breken, hè? Dat is wel al gebeurd. Uiteraard. Dat is echt wel gebeurd. Dat ik zo ineens zo... Ja. Heb je ooit al een harnas aangehad? Nee. Lucky you, ik heb erin bij. Nee! Dat is kei zwaar. En dat hij even al... Ik ben echt kleinzerig. Gewoon dat is echt al zo... Ja. Waarom hoe wel? Ik mag dat echt aandoen. Geef hand. Oké, okay, geef hand. Dan moet daardoor. Oké, daarvan. Oké. Heftig. Maar nee, dat is gewoon een party outfit. Ja. Maar je kunt hier dingen aan vastbinden. Mhm. Mhm. Ik heb nog niet over nagedacht, zeg. Very ja, Alexander. Dat zit eigenlijk echt nog wel goed. Toch? Dat is wel ook goed voor u. Zo. Postuur, hè? Ja, je postuur. Ik ga dat beginnen dragen. Ik heb ook een cadeautje voor u. I love presents. Als slecht is Christmas all over again. Oh, nee. Dat vind ik zo vies, hè. Is dat je eerste keer in een voef zijn? Ja. En dat is fake. Ik weet dat dat fake is. En toch vind ik dat zo vies. Call me een verwijfde homo all you want, hè. Maar dat is vies. Ik ga dat niet doen. Oh, dat is zo nasty. Oh ja, nice. Ja? Maar weet je wat het is? Sorry, dat was op tangen. Nee. Wel, als je dat vast wel lang niet gedaan. Zo. Dat zijn stapelklimmetjes. Ja. En dat doet pijn. Het ding is, als je tepelklimmen aan hebt, dat doet niet zoveel pijn, maar het is pas als je die eraf haalt. Ah. En als je dan je partner zo'n beetje wilt pesten, dat ze wat opduwen, dan ga je fucking veel pijn. En wat is zo het leuke aan die pijn? Niks. Niks. Het is een soort van genot. Ja, maar dat is ook wel een genot in a way. Dat hoort zo bij het spel van, oh, je doet dat fout, dus nu moet jij pijn krijgen. Als je echt door begint te slagen, dan wetenschappelijk komen er endorfines vrij. En dat is effectief wetenschappelijk bewezen dat je daar eigenlijk high van wordt. Van zwaar is. Ja. Je krijgt zo echt zo een runner's high, dat ze zeggen. Maar dus die pijn is wel aangenaam, maar zo die lichte pijn, daar heb je niet echt veel aan. Dat is gewoon leuk in het spel. We gaan voor sfeer zorgen. Ja. Hoe? Welk nummer brengt u in de mood? Een easy going night is. Mm-hmm. Als een neonlichtje aan het staan. Ja, okay. Dan Love's a Stranger van Warhouse. Is gewoon zo die zwoele beat en zo die lage stem. En zo met een glasje amaretto in de hand met één blokje ijs. Tomorrow is night away. Gewoon zo, ja. Heb je ooit al poppers gepakt? Wie weet, ja. Wat vind je van poppers? Ah, wel een ding. Ik ben niet zo... Mag ik misschien eerst even uitleggen Dus lieve hetero's, poppers is begonnen als een homodrug, omdat dat bepaalde spieren helpt relaxen. Dat brengt je in betere sferen, maar dat is heel kort. Ja. Want ik zelf hou niet van drugs. Ik heb een paar keer wiet geprobeerd. Het duurt zo lang dat je er vast aan wiet. Terwijl met poppers, als het niet bevalt, ja, wacht 30 seconden en het is toch gedaan. Ik verlies niet graag de controle als ik uitga. Maar wel voor 30 seconden. Voor 30 seconden, love it, ja. Dat is wel leuk. Dat is echt leuk, hè. Dat was het. Meer hoe. Ja? Nu in bed liggen. Wat een droom. Wat is
zo iets dat we besproken hebben dat je gaat bijblijven? Dat jij slecht aanboeien hebt. Of ik ben te sterk. Ja, muscle daddy. Oh. Oké, maar zeg. Ik snap ook niet waarom dat de aubergine zo de penis-emoji is. Sowieso een man die heeft beslist, het is de aubergine, mannen. Mm.